lampen aan te zendi. En houdt uw lampen brandende. En significa, dat betekent, sirvi Dios, dien God, taden oración, wees in gebed, y taden su palabra. En Abeme inta, mi que papi kubostan, el título ta sea prepara. Ik wil het met jullie hebben vanochtend over Jezus komt spoedig. Amen. Jullie hebben al deze dagen gesproken met pastoor Chesron, heeft jullie uitgelegd. Over de komst van de Heer. En als je het woord hoort, bereid je voor. Dat betekent dat je moet weten waar je je, wat je je voor voorbereidt. Ik wil het een beetje hebben over je hart. Voordat ik daar kom. Zoals ik Jesus dat wees voorbereid. Jezus komt spoedig. Bereid je hart voor. Dat is het meest belangrijke, je hart. Christus Jesus, Rey y Salvador de mi vida. Koning en redder, Christus Jezus, koning en redder van mijn leven. Voordat ik in het boodschap ga, wil ik jullie vertellen wie voor je staat. Ik hou het vandaag kort. In het jaar 82 kwam ik naar Nederland. Ik was komen studeren. En ik heb in Amsterdam gewoond. Daar heb ik heel veel goede dingen van Nederland geleerd. Maar ik heb ook heel veel slechte dingen geleerd. Wat mij was overkomen in mijn leven, was iets dat toen ik bekeerde, realiseerde ik mij, ik besefte hoeveel schade mij werd aangericht. Maya, een beurs die Curaçao. Ik kreeg een beurs van Curaçao. Anto, een studiebeurs. Dat ging een opvangcommissie vang me op. Er was een opvangcommissie die me had opgevangen. Anto, maar wij bieden een studentenflat. En ik was in een studentenflat gaan wonen. Masali voor die een kas. Ik kwam uit een huis. Camina mamira mi mama. Waar ik mijn moeder. Imitata. Mijn ouders zag ik. Mamira lang bieden een bieden horribel. Ik zag ze een verschrikkelijk leven leiden. Mamira mi mama ku hopi dolo. Ik zag mijn moeder met ontzettend veel pijn. Mi tata ku hopi mongeja fo. Mijn vader met ontzettend veel buitenechtelijke vrouwen. Anto, mi tata mira mi mama hopi bia malu drumi den kamer. En ik zag mijn moeder vaak in de kamer ziek liggen. Anto basa kiko pasa. En weet je wat er was gebeurd? Ma tu ma un decision hopi jong. Op een jonge leeftijd had ik een beslissing genomen. Ma bisa ami. Dat had ik gezegd ik. Laat geen enkele man de baas over mij zijn. Die pijn die ik bij mijn moeder heb gezien, het zal mij niet overkomen. Ik zorg ervoor dat ik studeer, dat ik een goede baan heb, dat ik mijn huis heb, en geen enkele man zal mij de baas zijn. Ik zal geen slaaf worden van niemand. Denk eraan, ik kom niet uit een christelijk huis. Ik kende het woord van God niet. Ik vertrok uit Curaçao. Voorbereid volgens mij. Maar niets kennende of wetende van het woord van God. Ik woonde op de zesde verdieping. En in die tijd, mijn vriend was hij, woonde op de achtste verdieping. En we vonden elkaar leuk. En weet je, het is in Christus dat je leert dat er een mooie manier of een correcte manier
om de dingen te doen. Wanneer je iemand lief hebt. Wanneer je een relatie met iemand wil hebben. Doe je het mooi in Christus. Maar ben zien zien. En ik heb dat in Christus geleerd. Non so conosce otro. We hadden elkaar leren kennen. Ah, met de Bibel 6 hoog. Ik woonde op 6e verdieping. Met de Bibel 8 hoog. En hij 8 hoog. Non so gusta otro. We vonden elkaar leuk. Ik promeco bossa. En voor u het wist. En meneer Sintaki di Lantina. Deze man die hier voor me. Drum in cerca mi. Bleef bij mij slapen. Itin dia. En er waren dagen. Ah, met de Bibel arriba cerca di. Ging ik boven bij hem. Ik era drum in cerca di. En bleef bij hem slapen. Así era nuestra relación comienza. Zo begon onze relatie. Maniera hopiende come conosce. Zoals heel veel mensen die ik ken. Sinta, pidi otro manchacos, da papia manchacos, adrumi otro, automaticamente agusta otro. Vraag niet te veel van elkaar, je gaat met elkaar naar bed en ja, zo begint de relatie. Ayana passa. De jaren gingen voorbij. Nos no porasi otro feliz. We konden elkaar niet gelukkig maken. Niet sa compassie. We wisten niet eens hoe we het moesten doen. Dos hoben. Twee jongeren. Kabula drenta cu otro. Die op elkaar gesprongen waren de laatste jaren. Zonder leiding of begeleiding. Pleita zo. Alleen maar ruzie maken. Mitatin, mi concepto di vida. Ik had mijn idee van het leven. Con un hombre, dat geen enkele man. Nota manda riba mi. Mij de baas zou zijn. Astor mi casa que era stimami. Zelfs toen mijn man me lief wilde hebben. Mitata rabia. Was ik boos. Sempre rabiaco, serio. Altijd boos. Rabia riba vida. Boos op het leven. Anto pas aquí con te cos. En weet je wat? Ora non sali pa fo. Toen we naar buiten gingen. Non stavate apparenta. Deden we alsof. Non stato wat feliz. Dat we gelukkig waren. Tilanti mi maiorna. Voor mijn ouders. Tilanti di conosina. Voor de kennissen. Pur caminda. Overal. Pafo. Buiten. Apparentari tab feliz. Leek alsof we gelukkig Bimpa waren. Ding. Binnenkomen. Pleita. Ruzie maken. Rabia. Boosheid. Sundra. Uitschelden. Als je otro hopidolo. Elkaar ontzettend veel pijn aanrichten. Amasi mika sa hopidolo. Ik heb mijn man. Mi frey. In de tijd dat wij een verkering hadden, heel veel pijn gedaan. En in die tijd, mijn vriend had mij ontzettend veel pijn gedaan. Hoe bozer hij op mij werd. Hoe harder mijn hart werd. Trachten elkaar gelukkig te maken. Maar zonder te weten hoe het te doen. Toen we afgestudeerd waren, zijn we naar Curaçao gegaan. Ik heb een tijdje eerst in Nederland gewerkt. We hebben bijna 12 jaar in Amsterdam gewoond. Luister goed wat ik vanochtend zeg, zonder getrouwd te zijn. Zonder getrouwd te zijn. Toen ik 28-29 jaar oud was, zei ik, weet je wat? Ik denk dat het tijd is dat ik een kind krijg. Want in Nederland praten ze vertellen ze een heleboel dingen. Let op je leeftijd. Krijg geen kinderen na de 30. Het is niet zoals wanneer je in Christus bent. Dat je samen een beslissing neemt. Ik stond op en zei, nu wil ik wel een kind. En Tommy Frey. En mijn vriendje ging ermee, akkoord. Santo comprendendo, nee, misabo, vida di ende, no? Begrijp je nou wat después ik zeg? Que di converti, het leven van de mens, het is pas wanneer je tot bekering komt, dan begrijp cos, je het. Hoeveel dingen je juist omgekeerd aan het doen bent. Ma sali in stado, ik werd zwanger. Mijn zoon die was hier in Nederland geboren. Na een jaar. Er waren zoveel discussies gaande over zwart-wit scholen. Ik zei, ik wil mijn kind niet hier opvoeden. Mijn man die had er ook een beetje genoeg van. Toen onze bij Corso. En zijn we teruggekeerd naar Curaçao. Ora non siega Corso. Toen we op Curaçao kwamen. Non siega cas. Hadden we een huis. Trabou. Werk, baan. Auto. Een auto. Turcos. Alles. Turcos cum mi maiorna assignami. Alles wat mijn ouders me geleerd hadden. Cu foi chiquito. Dat vanaf kleins af aan. Si potrà duro. Als je hard werkt. Bologre. En het je bereikt of lukt. Felicidad te bin, babo. Dan komt geluk. Dan heb je geluk. Ama guarda felicidad bin. Ik wachtte tot geluk bij me kwam. Kumi casa. Met mijn man.
Kuyu. Met een kind. Kukas. Met een huis. Studia. Afgestudeerd. Trabou. Een baan. Pero felicidad no bin. Maar geluk kwam niet. Felicidad no bin. Geluk kwam niet. Sali pa fo. Ging naar buiten. Ganyo un rol. Een toneeltje spelen. Como si fuera tan feliz no está. Alsof wij zogenaamd gelukkig waren. Drenta pa ding. Naar binnen komen terug. Leita. Ruzie maken. Tena llega un momento como di señor. Tot er een moment kwam dat ik zei, Heer. Mi no que viva sin aquí más. Ik wil niet meer zo leven. Si bota di verdad. Als u werkelijk bestaat, leid me naar mensen toe die werkelijk van u zijn. Want ik wou geen religie hebben. Want ik zat al in een conditie bereikt dat ik God nodig had. Zo 18 jaar terug. Zijn we tot bekering gekomen. Een jaar eerder, had iemand een pamfletje in ons brievenbus gedaan. Die uitlegde dat samenwonen, dat samenwonen in de ogen van God een zonde is. Een zonde. Toen ik dat had gelezen, Luca, dat dacht dat in mijn eigen optiek ik perfect was. Realiseerde me. Como peca contra Dios. Dat ik tegen God gezondigd had. Carbono sabim foi corso voor die Amulanda. Denk eraan, we kwamen uit Nederland. Bibando junto den cas busca turcos junto. Samen wonen in een huis, alles samen doen. En ik realiseerde me dat ik in zonde was. En weet je wat de tekst zei? De Bijbel beschouwt dat je bijna bent zoals een prostituee. Dat kwam hard aan. Na een jaar dat we in de gemeente waren. Voordat we naar de gemeente waren gegaan, zijn we getrouwd. En toen we bij de gemeente waren gekomen, moesten wij de Heer aanvaarden. En ik had voor het eerst in mijn leven het evangelie gehoord. Nooit eerder in Nederland, nooit eerder een pamflet of wat dan ook. Niet eens lofprijs. Niets daarvan. Droog. Toen ik bij de gemeente kwam en ik hoorde het evangelie. En ik hoorde dat Jezus van me houdt. Heb ik ontzettend veel gehuild. En ik had gedacht, ik? Kan God mij lief hebben met alles wat ik heb en alles wat ik verkeerd heb gedaan? En God die ging met mij dealen. Ik luisterde naar de preken. En ik moest veranderen. En ik wist dat ik het leven dat ik leidde. Dat lukte niet. Dat ging niet. Dus ik had Jezus met geheel mijn hart aanvaard. Maar escucha die pardon. Ik had gehoord van vergeving. Kom je mister die pardon van mijn pikanen. Dat ik vergeving nodig had voor mijn zonde. Maar repenti die mijn pikanen. En ik had berouw van mijn zonde. Orami bij kas. Toen ik naar huis ging. Met het erbij. Cerca mi casa con mi yo. Ging ik naar mijn man en mijn zoon. Anto mi tabisele. En ik zei tegen ze. Eerlijk. Perdonami per lo qual cum haasi. En ik vroeg eerlijk. Ik zei ook eerlijk. Vergeef me voor wat ik heb gedaan. Pardon mi tapidibu. Ik vraag je vergeving. Patur palabra di offensa. Voor alle beledigende woorden. Palabra di insulto. Alle beledigende woorden. Cuma chiere. Die ik had gedacht. Cum in nome ster. Di bo. Dat ik had gedacht dat ik jou niet nodig had. Pastor Alex, Antonana Corso. Pastor Alex was op Curaçao. Antonana Papia. En ze hadden gesproken. Over die familie. Over het gezin. Antonana Bisa Sineki. En ze hadden het volgende gezegd. Si boyu. Als je kind buiten het huwelijk is geboren, dat noem je zonde. En je moet berouw hebben. En God vergeving vragen. En je kind ook vergeving vragen.
Je kunt een christen worden. Que atende cosas de iglesia. Die deze dingen in de gemeente, in de kerk hoort. Entonces, mucho pijnlijk. En ze te pijnlijk vinden. Entonces, no te va a ir bien. En je gaat niet terug. Pero ama tu un decisión. Doet het en je corrigeert het. Maar ik had een beslissing genomen. Junto con mi casa. Samen met mijn man. Nos va a cerca nos yo. Zijn we naar ons kind gegaan. Nos sienta arriba cama. We hebben op bed zijn we gaan zitten. Anto papi con otro. En we hebben met elkaar gesproken. Anto pidió perdón. En we hebben vergeving gevraagd. Nos pidió otro perdón. We hebben elkaar vergeving gevraagd. Want we hadden toen begrepen dat seksuele relatie unicamente alleen está destinada para el matrimonio. Is alleen bestemd voor binnen het huwelijk. Saki da Dios su palabra. Dit is Gods woord. A nos tengo arrepentí. We moesten berouw hebben. Pidió otro perdón. Elkaar vergeving vragen. Y permití Dios sananos. En toelaten dat de Heere ons genas. Nos vive eerlijk delante de Dios. We hebben eerlijk voor God geleefd. Nos a tome decisión como familia. We hebben als gezin die beslissing genomen. Para servir al Señor con eternos corazón. Om de Heere te dienen met geheel ons hart. En dat is wat wij gedaan hebben. Terwijl wij Gods woord aan het eren waren. Dios ha bien restaurado mi matrimonio. Herstelde God mijn huwelijk. Nos ha bien viva. We zijn toen fijn met elkaar gewonen. Dat geluk dat mijn hart zo naar verlangde. Alleen God heeft dat gebracht. Ik heb geleerd hoe mijn man gelukkig te maken. Hoe met hem te praten. Hoe hem te behandelen. Ik heb geleerd hoe een goede moeder te zijn. En weet je, mijn moeder was ontzettend goed voor mij. Ontzettend. Ontzettend lief. Pero no fue de palabra de Dios. Maar niet vanuit het woord van God. Ante Dios ha bien sanami, en God had me genezen. Me hersteld. Librami, mij vrijgemaakt. Ante, me ta sirvi Dios con enter mi corazón. En diende God toen met geheel mijn hart. Y nunca más lo me abandona el camino de di Señor. En de wegen des Heren zal ik nooit verlaten. Dat betekent maar pone Cristo Jesús. En daarom heb ik gezegd Christus Jezus. Rey y Salvador de mi vida. Koning en redder van mijn leven. Sea preparado, manan. Wees voorbereid. Prepara pa kiko. Voorbereid waarvoor? Manera bastante. Zoals jullie weten. De Bijbel te bisa ku Jesus tabini back. Zegt de Bijbel dat Jezus terugkeert. Jesus tabini back. Jezus zal terugkeren. No te manera un cuenta di hada. Het is niet zoals een sprookjesverhaal. Pero ta un realidad. Maar het is een werkelijkheid. Jesus tabini back min busca su pueblo. Jezus komt terug om zijn volk te halen. Nos mira den Mateo. We hebben in Matthäus gezien. 24. Matthäus 24. Nos vamos orar en Ana, Mateo 24, Pastor Chastro, anda papiando todo el día aquí. Me da diez repetir un rato con vos, prometo nos 30. Pastor Chastro heeft het de afgelopen dagen al over gehad. We zullen even teruggaan om het te herhalen. Voordat wij de preek binnengaan. Matthäus 24. We beginnen te lezen bij vers 3. Het is een zin aqui. I ora ku etabata sintari basero di oleifi, e disciple nang abing nan so, cerca di ebisando, bisanos ki tempo e kos nang akilo sosode, i kiko lota e sinyal di bobinida, i di e fin di tempo. Jesus akonte sai bisanang, mira pa ningun hende, no ganha boso, pa sombra, hopi lo binde mi nombre, disando, ta amita e Cristo, y lo ganha hopi hende. Y vos solo tende di keranan, y rumor nan di keranan, mira pa vos no espanta, pa sombra e costan e mester tu ma lugar, ma ainda nota e fin. Pa sombra nación lo lanta contra nación, reino contra reino, y na varios lugar, Lotin hambre y temblor, mature costan aquí, ta el principio di dolonan di parto. Ora nos lesa, no? Vos anda mira diferentes señales. Prome cosas que te avisa, mira pa ningún gente no caña
Boso. Je ziet verschillende signalen hier in Matthäus 24, 3 tot en met 8. En hij zegt, let op dat niemand jullie in de maling neemt of voor de gek houdt. Que men gente porga y a nos. Dus de mensen kunnen ons voor de gek houden. Etabisa, het zegt... Heranang. Het zegt oorlogen. Ando rumor nan di keranang. En er zijn ook geruchten van oorlogen. Es de lo cual con nos está mirando. Dat is wat wij nu zien. Si bewaakt in Europa. Als je rondkijkt in Europa. Inter el rumor of keranang kuting. Alle oorlogen die gaande zijn. Bot atende continuamente di nan. Je hoort continu ervan. Versículo 7. En vers 7. Nation lolanta contra nation. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Y reino contra reino. Ja. In varios lugares lo tin hambar y temblor. Ora bo mire cosa que pasa? Als je deze dingen ziet gebeuren, sa cu e fin. Weet dat het einde ta llegando. Nabij is. Laten we ons voorbereiden, broeders en zusters. Boso también se ha preparado para sombra na un oro que boso no te espera e yudi hende tabini. Wees jullie dan ook voorbereid, want op het moment dat jullie het niet verwachten, komt de Zoon van de Mens terug. Oké, banco mi de Lucas 12. Ga met mij naar Lucas 12. Het is een zin die voor versículo 35. Vanaf vers 35 zegt het volgende: Sea prepara, mira baboso hepta faha, i baboso lampinanta sendi, i sea manera hombre nan kuta warda riba nan shon, pa ora ku ebolbe di e fiesta di casamento, i e bimbati nan por habri pemesora. Bendicionata esclavo e, ku su shon lo haeta vigila ora ku ebin. Di verdad mi te bisa boso, ku elo faha su mes pa sirbi, y lo invitanan sinta na mesa pa sirbi nan. Sea ku ebin den e di dos warda di anoche, of den e di tres, y hayanan asina, bendisiona ta e esclavo nan ei. Non ora ku bonota spera e yudi hende tabini. Op een uur dat gij niet verwacht, kom de Zoon des Mensen. Nou vraag je jezelf af. Terwijl wij wachten op de terugkomst van Jezus. Wat moeten wij doen? De Bijbel zegt tegen ons. Je lendenen omgort. En houd uw lampen brandende. Dat betekent. Sirbi Dios. Dien God. Taden oración. Wees in gebed. Y taden su palabra. En wees in zijn woord. Que men di nos asinha. Dus we hebben geleerd. Que Jesús está bien back. Dat Jezus terugkeert. ¿Quién está bien busca? Wie komt hij ophalen? ¿Qué hora está bien? Wanneer komt hij? El avisa na un hora que bono está prepara. Hij zegt op een uur dat je niet verwacht. E yudi hende que bono está espera e yudi hende tabini. Kom de Zoon des Mens. Ahora tanten que nos está guardando. Dus terwijl wij aan het wachten zijn. Nos zorg di sirbi Señor. Zorgen wij ervoor dat wij de Heer dienen. Nos queda den oración. Blijf Blijven wij in gebed. En we blijven in zijn woord. Subinida, wachtende op zijn terugkeer. Omdat hij werkelijk terugkomt.